Jong Ajax speelde afgelopen vrijdag in Doetinchem de laatste competitiewedstrijd van het eerste jaar betaald voetbal. Uit bij de Graafschap dus. En je ziet een oude bekende, Vincent Vermeij, in de basis bij de Superboeren. Jong Ajax dat 50 punten heeft in 37 wedstrijden. En ze konden nog wat plekjes klimmen. Maar voor de rest was er geen belang voor Jong Ajax. Wel voor de Graafschap. Dat moest zich nog plaatsen voor de play-offs. En de start is aardig met de eerste kopbal van Vincent Vermeij in de eerste minuten van de wedstrijd. Vermeij die in de winterstop van Jong Ajax vertrok naar de Graafschap. In de plaats kwam van Piotr Partizek. En hier het uitverdedigen van Ajax wat niet al te best is. En de Graafschap neemt over. Nick de Bond. Dan toch Jong Ajax weer. Lobotka. Maar weer wordt de bal ingeleverd. Dit is Nathaniel Wil. Ook een oud Ajax ziet. Mooi paasje hier. De bal wordt binnengehouden. Weer Wil. En die legt af op Vincent Vermeij. 1-0 voor de Graafschap. En dat is toch een kleine dreun voor Jong Ajax. Dat dus het seizoen wel goed wilde afsluiten. Hier wordt het bijna 2-0. Maar treedt Van der Hart goed op. Kabasele. Die op de doelman afging. Ingooi van Nathaniel Wil. De voorzet van Etcharaf. En dan Kabasele met de kopbal net naast. Allemaal nog in het eerste kwartier van de wedstrijd. Alfons Groenendijk die flink wat spelers miste en daar ook nog een zieke Jairo Riedewald bij kreeg. Een geschorste Richetli Bazour en Abdelmalek Elhasnoui was op het laatste moment ook nog geblesseerd geraakt. En dan wordt het ook nog 2-0 voor de Graafschap. Weer is het Vincent Vermeij. Hij kwam een kleine 2 jaar geleden van Zuidvogels over naar Ajax. Speelde in de A2, ging naar Jong Ajax. Speelde daar een half seizoen en nu dus voor de Superboeren. Het was zijn 7e doelpunt voor de Doetinchemmers. Dan een aanval van Jong Ajax via Geraldo Becker. Maar in 2 keer gaat de bal over het doel van Theo Zwarthoed. Becker die na de winterstop toch aardig wat wedstrijden heeft gespeeld voor Jong Ajax. Dat goed deed, maar hier net niet tot scoren kwam. Volgende aanval, een corner voor Ajax. Tobias Sana. Becker die klaar gaat staan en dan de corner. Bij de eerste paal wordt die bal weggewerkt door Zwarthoed. Becker die net niet kon verlengen. De tweede helft. Weer de Graafschap. Voor het doel Kabasele. Kabasele kopt. Maar de bal recht in de handen van Mickey van der Hart. En voor wie echt een goed geheugen heeft, Nathan Kabasele speelde ooit voor Anderlecht op de Aegon Future Cup. Geraldo Becker, ook hij speelde de Aegon Future Cup, legde hem hier af op Van der Bomen. Zijn schot over het doel. Het lukt Jong Ajax niet om tot scoren te komen in de laatste wedstrijd dus van het eerste seizoen betaald voetbal. Een seizoen dat wisselvallig is verlopen. Goede wedstrijden werden afgewisseld met slechte wedstrijden, maar over het algemeen hebben de spelers veel geleerd. Dit is Dejan Meleg met de grootste kans voor Jong Ajax deze wedstrijd, maar de topscorer van de ploeg mist. Daar zat meer in. Hier gaat Vermeij weer. Verdedigd door Kenny Teten, een van de spelers die zich ontzettend goed heeft ontwikkeld dit jaar, maar hier de bal inlevert. Darry met het schot in de korte hoek, maar Van der Hart, een betrouwbare keeper dit seizoen, is op zijn post. En zo gaat het seizoen van Jong Ajax toch een beetje als een nachtkaars uit. Ze waren lang op weg naar een periodetitel in de laatste periode, maar uiteindelijk zit dat er echt niet in. Van der Hart treedt hij nog reddend op, voorkomt een 3-0 op de inzet van Darry. En zo verliest Jong Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen en gaat de Graafschap de na-competitie in. En zien we die volgend jaar misschien terug tegen Ajax 1.